270 kilogram. U ziet het, vrij gemakkelijk nog. Maar ook een echte sport aan dit, die zich wel volop concentreert. Krijgen nu dan de heer St. Kavion nog steeds om aanspraak te maken op die titel. Ze weten nu dat Cor Oude Dag. Originele team. Van de originele team binnen helaas 4 uur van door omstandigheden waar wij de laatste binnen werden. Gisteren was heel jammer. Arend Kuiper, het Harlingen of 6 Bieren, sorry, en Rits Koolster zijn bereid gevonden om bij te springen. Dat betekent dat we 8 deelnemers hebben. Maar wel zeer sterke 8, dat weet je van hemzelf allemaal wel. Dat hindert verder niks. De onderdelen. Eerste, het boomstam killen. Wie de sterkste is, zo weten we verder dat helemaal niet is. Er wordt geheven met ja, maximaal 2 minuten, dat is wel van tijd nu. Per beurt, maximaal 2 minuten. Basisgewicht 60 kilogram. Binnen een minuut gewoon opgeven. 55. Nou ja, iets letterlijk. Verslaande poging binnen een minuut ongeveer opgeven. Bij de jurytafel volgende geweest. Ja? Basisgewicht steeds 5 kilo omhoog. Je bepaalt zelf. En dat is ook een loodzware voor heren. Dat zijn twee scheepsankers van 10 kilo zijwaarts houden en recht. U ziet het ook, daarin kan je de gewichtheffer aan. Heel goed, mooi stijl doet Johannes dit. En die 80 kilo van is een deel. We hebben nu dan de van de winnaar van de vorige selectie. En die is er ook helemaal klaar voor. En hij gaat het ook proberen. Op 80 kilo van gericht houden, kom skin. We prima de top van de training voor het evenement. En ook in de laatste week zijn er toch nog weer 3 personen afgevallen. Dat komt gewoon omdat men dan overtraind is waarschijnlijk. En vooral de middenwerker mist hier vandaag. En dat is dan ook iemand die kan stunten. Maar deze... We gaan nu naar de 90 kilogram. En alle deelnemers op 1 na die gaan dit proberen. Die gaan naar deze 90 kilogram. 7 van de 8 gaan dit proberen. Cor Oude Dag prefereert zelfs al om 95 kilogram straks proberen. Dus gelijk houden voor deze 90 kilogram. Niet bij mij nou zo, dames en heren. Want 90 kilogram is niet niks meer natuurlijk. Kom maar,
wellicht zitten de heren met andere mensen. Ik zie zijn Hilda, die zit hier al in volle concentratie te roepen. Daar gaat 90 kilo van voor de bal en nu de tijd komt. Prima poging. En je ziet het zowel de zwaar roepen. Mooi inhouden. En het valt ermee, alle heren zijn nog steeds in de race. En ik beloof je hoor, 95. Maar is het dit jaar klaar voor? En vooral dit onderdeel en straks het deadliften natuurlijk, dat is al jaren zijn onderdeel. En daar staat hij, prima. En kijk eens, dat is beheerst. Rustig aanvallen, keurige beurt van Johannes de Wit. En hij heeft ook de 90 kilogram binnen. Krijgen we nu dan de rits. We zullen kijken naar de kleine man uit Harkema. Hij is maar 77 kilo zwaar. Nee, dit lukt nog niet, hij moet waarschijnlijk even concentratievermogen zoeken. Dit valt natuurlijk tegen wanneer je zelf maar 77 kilo bent. Hij heeft tijd genoeg reeds gehoord, het is nog, valt best mee. Zullen we kijken of de lichterman het harde gaat, de nummer 2 voor de jaren al is zwaar. Om dit weer te mogen krijgen. 90 kilo van het voor die nog maar 77 kilo van zwaar. Lichaam zit natuurlijk al heel wat. Hij heeft sterk bij de licht. Hij moet 30 kilo toegeven op de man die de licht die boven zit. Hij stoot nog wel voor. Hij heeft armhouden als benen van een paard echt klaar, maar. Hij moet wel even door. Ja! En een prima poging. Schitterend. Applaus ervoor. Maar 77 kilo van mij. Dat komt wel 90 kilo van mij. De prestatie al. We zullen zien wat één van de favorieten ervan heeft. Kijk, die gaan verspreid zijn. Die heeft gelijk neergelegd in de pan. Hij gooit hem omhoog. Schitterend. Want tijdens het hek van een minuut. Steeds steeds gaan we zo omhoog. Allemaal. Dat is echt zo verschrikkelijk weer vaak. En het is een prima beurt voor de boze en hij blijft in de race. Gewoon in de gaten. Haarlijker, ik heb een energie bij ons uit. En als er uit is, is die sterk. Activiteiten van de heren links zijn dat ze ongeveer op 100, 110 kilo gaan, wellicht 115 kilo gaan kunnen gaan. Maar ja, het is de vorm van dag die bepaald is. Bill Kersmeijer, de sterkste man van de wereld, drukt 165 kilo gaan, maar dat is de sterkste man van de wereld. Dus. En prima. Ja, ik denk dat dit is de sterkste man. Hij is sportschoolhouder, cultuur en fysica insteek. Altijd als gaat hij op gewicht hebben. Op taldrik gebied heeft hij alles al bereikt. En nu gaat hij op 46 jaar leeftijd nog eenmaal proberen om sterkste man van Friesland te worden. En hij zit nog in de race. Daar gaat hij. 45 kilogram, 46 jaar oud. Drukt hij hem uit? Ja of nee? Inderdaad, kaart. Daar staat hij. Nu stilte. Die tikken de schip. Pak hem op jongens. Rustig. Juist. We zullen zien wat hij krijgt. Het is een groene band. De hele podium eindigen. Dan moet hij wel. Onwaarschijnlijk veel kunnen besteden tegen die zware jongens allemaal. Maar ik zit nog in de race en we zullen kijken wat hij ook doet. Op 95 kilo. Nu zullen we zien of Ritske alles uit zijn arm kan persen om het gewicht te hoog te krijgen. Het zal zeer zwaar worden. Dus met 90 kilo ging al niet lekker meer. Maar hij krijgt natuurlijk een geweldig applaus wanneer hij hier in slaagt of wanneer hij aan moet vallen. Dat zullen we zien. Hij heeft nog tijd over, we zullen zien wat hij doet. En dat was voor Ritske. Hij is hier aan de eerste die aan moet vallen. En het is ook niet vreemd met 77 kilo van het lichaamsgewicht natuurlijk. Dit is 25 kilo van de kogelvering, regenhalen aardigheid. Ook voor de nummer 3 van de kogelvering is dat geen probleem. Aardigheid voor onze Benjamin gezelschap. Dat zijn moeite om zich stil te houden, maar stil te blijven staan natuurlijk. En dus zijn we iets rustiger de wonen overbrengen. Dan lukt de test. Hij is sterk staat. Hij staat er bij voor. Nu moet je steun zoeken. Goed, Armand! Kom op! Ja! Hij is sterk, maar ik ben graag. Mag sterk.
4-0 als ik het goal heb. Daarom de heren, het wordt nu echt een tactisch veld tussen de heren. Ze kennen elkaar allemaal heel goed. Dus wat doen we? Samen stap op 100 en laten we de andere maar door naar 105. Kunnen we een puntje schelen. Wiebe Nijnhuis kan zich geven al ja. Daar komt hij, de luchtweer worden geopend met een sneukje Ahonia. Van Bessie, de Van der Meer. En dan gaan wij straks over hierna naar Corona, dus geregeld Corona. Eén man pas uit de regio tegen al 100 kilo gehaald. Let die op, Wiebe Nijnhuis. Die gaat hem verslaan vandaag. En dat is concentratie, je hoort dat hij schreeuwde de hond van de, het is van de kracht in die de explosie die hem kwijt is. Oh, schitterende deur weer vast. Hij is in staat om deze 100 kilo van hem op te nemen. Het moet kunnen, denk ik. Misschien zijn trainingsactiviteiten. Als de missionaris zegt dat het gespioneerd en geïnformeerd is, dan zie je ongeveer wat die jongens kunnen. En ik denk dat Paul deze 100 kilo van hem even naar boven gooit. Spring hadden dus jongens op de weg. Ja! Ze staan er! Kijk, dat is gewoon een gewichtheid en een poem. En dat is een mooie mogelijk. Daar heb ik een gewoon van je schitterende deur voor de koning van de derde. En dat zie je straks wel. Slaag hij 100 kilogram. Greg hadden dus geld klaar. Ja, ziet het. Schitterend, dus je ziet het pad echt al weg en even met de kleine schoon. En dan schitterende we voor diezelfde Johannes de Wit en hij blijft in de race. Een hele echt verkopen vandaag. Heel sterk, je ziet het als je mee te voor heeft met drukken. Op een kruisje druk je hem omhoog. Echt waar. Jannik van der Bos, trainingcoach in de sterkste van Nederland naar Volden, die helaas vandaag niet aanwezig is, want hij ligt in het ziekenhuis met een zeer zware handblessure. Maar hij heeft Jan vanmorgen even we zijn vier telefoon met hem opgeruimd en zei Jochie, ik versterk er van een, wat jij versterkt er op iets van. En dat gaat nog heel snel, dat is hier. Wat moet dat worden? Ik weet niet of we al genoeg gewicht bij ons hebben, maar tactisch overwicht. Overzicht, want dan eindigen we verliefd. Zes mensen voor je en dan kun je nog niet maken. Wanneer je straks bij de top 3, 4 zit, dan kun je misschien nog met de punten verzoenen. Dus zoals je met Koos doet, 100 kilogram. Dat hij sterk is, dat weten we. Maar wat hij getraind heeft. Hij rust nog hoog, dat mag. Alleen het is je eigen hoofd natuurlijk, en mag hem overal neerleggen. Maar hij moet met gestrekte armen gaan staan. En nu moet hij rust springen. In de avond, een goede beurt, ook voor dezelfde Koos. Moet dat nu zwaar, is hij zeker. Dit jochie van 20 jaar. En zo is hij wat hij bedoelt. Ik wil eigenlijk zeggen, ik wil niet wagen, dat wil je niet dat je dit niet op te laken, anders gaat hij het zelf proberen. Dat is een beurt die helaas achter de deur kwam. We hebben anderhalve minuut, rustig ademhalen. We kunnen dit een halve minuut op doen, dus neem rustig even de tijd, rustig ademhalen, concentreren. En dan rustig weer leren. Hij heeft er nog zin in, dat zie je wel. Hij schreeuwt er gewoon heen. Hij stoot wel eens voor de borst, maar hij heeft een moeite met het bedrijf. De hele helft is die samen aan. Nee, applaus voor Aalter, helaas is dat aan het 1,5 kilo gaan. Maar hij hoeft zich zeker niet te schamen, zeker niet. Het zijn heel graag in de liefste deur. Ja, en dat kan hetzelfde even zien. 105 kilo, maar ik weet het niet nog. En de heren moeten nog verder, dus dat is het eerste onderdeel. Dan krijgt 5 hoogzware onderdelen te verwerken. Twee onderdelen die na is, lijkt weer een super onderdeel voor de armen en anker tillen. Twee scheepsanker van 10 kilo gaan. We zullen zien wat vooral naar van 105 kilo gaan. Hij drukt hem gelijk weer naar 105 kilo, 46. Nog iets vaak in de wiel. Maar ja, dan moet het verder. En de jongen anders weer. 33 jaar, 135 kilo van zwaar. En hij probeert 105 kilo naar boven te brengen.
Sergio Hansen. Ik zie hier voor onder zijn kin heeft. Een uitdrukkelijk. Wat lukt ook nog ontzettend. Kijk eens, plaats. Ja, ja, ja. Hij is super lekker, man. Wat is er? Let nu op de telling van de bos. Zeer gemotiveerd van de stad van Zijnen. De eerste van vijf loodzwaar onderdelen. Wat dat maar goed brengen vanmiddag. Zelfs als commissie, we hebben Nicola aan, die zegt wie het gaat worden. Denk er, maar dit jaar durven wij niet te zeggen wie het sterkste naam van de stad van Zijnen. Ik zou de eerste kunnen geen grote bos zeggen. Tot op 40 jaar. Wij zullen zien wat hij gaat doen. Is ook niet zo zwaar qua lichaamswet natuurlijk, moet je ook een beetje onder doen veranderen. Wij zullen zien dat hij 105 kilo omhoog kan brengen. Wij proberen hier tot de zogeheten borst te brengen, de borst gaat werken. En met de rust te komen. Dat vindt u natuurlijk wanneer je heel moeilijk omhoog krijgt, is het natuurlijk de vraag van ja, moet ik me van gaan forceren? Wellicht blesseer je jezelf dan, leg je eruit voor de volgende leven. Het is ook zo'n punt dat wij allemaal mee kunnen spelen wanneer dat ze te zwaar of zwaar zijn geworden. Dat is een grote van ja, daar heb je. En nu zullen we zien of je goed zo'n balans kan vinden en of je mee kunt doen. Hij legt er niet op hoog. Maar Koos is een vet jaar dat beter bij het volgaan aanbreden in de Palestijnse man. Hij geeft nooit op. En nu kan hij de slag hebben gedaan. Dus zo zien we het Koos terug. Hij moet er maar zo mee. Geen principe in de geval. Geen schande natuurlijk. Van drie weken te trainen en dan kun je het al vergeten. Dat heeft hier gezien, en daarom is hier nu al totaal steun voor. Die zijn eigenlijk daar zit allemaal nu op dat van helemaal voor kort van de voor met een zware enkel de zuur hebben gevallen. Dat zijn jongens die het allemaal bijna met tranen in de ogen aan hebben gezien. Wat zij zeggen van zijn maar een bloed volgen. Let op Pieter en hij is 110 kilogram. Vergeet het niet hoor, 110 kilogram alleen al even voorbrengen dat het dan ontzettend tegenvallen natuurlijk. We weten natuurlijk dat Pijnbrugger naar 160 van de bank dat moet bijvoorbeeld wel. Maar zo is het zo nog dingen in de vorm. 110 kilogram in de lucht. Gaan kijken wat Wiebe gaat doen. Dat is natuurlijk nu een nadeel. Dit is natuurlijk een nadeel wanneer je het eerste bent verloopt. Want nu zeker wist dat anderen het ook niet halen, wij het met deel de putten naar huis. Wij zullen kijken. Wat staat hier? Heel in de centrum. En nu moet die arme alles gaan geven. Het Fries van Kerstin is erop zitten spelen op het podium. Maar concentratie gewoon om je deze jongen niks te leren. Twee besloten heeft hij uit de blok. En hij zal proberen 110 kilo aan omhoog te brengen. En Johannes in het maken deed houden. Daar gaat hij. Neem de 73. Nu moet hij uit kunnen drukken. Hij heeft het gedeelte aan. En wat ook! En 110 kilogram. Johan is erin. En ik ben erop en te lang. Nee, net niet. Ja, ja, ja. En nu moeten die armen alles op kunnen brengen. Die moeten zuurstof hebben. Ja, schitterend!
die arm, de hoofdrijder komt niet hier over het delen van Jannings Beurt op 110 kilogram. Let u op Jannings van der Bos. Let u op Jannings van der Bos, geen eigen stijl, vanuit de been en voor druk op de borst, op de hoofd en naar boord. Dan heeft u een klets, dan heeft hij op het hoofd. We zien een India vrouw met een enkel omhoog lopen, is aan de rug. Heel goed. Maar in ieder geval hier, 105 kilogram. 110 kilogram van dezelfde tijd naar ons. We zullen kijken, maar dit gaat worden. We zullen zien dat hij op de kop stoot en probeert nog op 20 minuten die wij gaan doen. Kom, Gerdo Lama dan. Slaag hij erin, 105. Als hij voor krijgt, ja, dan is hij wel. Daar gaat hij. Pas. Weer proberen, 105 kilogram. Hij moet natuurlijk de stabiliteit moeten vinden, hij moet blijven staan, dat is het punt. Die arm is leuk. Concentratie en stilte van Sheldon Jan van der Bos. Hij is de enige die. Ik geloof dat ze meisje met de trainer hoog niet kunnen gaan bespreken. En nu moet het gebeuren. Ook de toestel over vandaag, ook de concentratie. Let op! En de andere heren die staan natuurlijk hier allemaal met aardig over te kijken van wat gaat wel doen. Gelukkig zijn, dit is van de hele vraag. Daar gaat hij. Kijk, hij rolt hem even op de benen, hij slaat hem door. Sean waarschijnlijk op een hoog staan. 105 kilo, stel je voor. Daar heeft hij omhoog. Hij heeft die stabiele staan. En heeft nu die kraag in de arm van alles uit de hand. Mooi, mooi, mooi. Het is een toer van onderdeel dat zie je niet. Het is een toer van onderdeel. Dit is de aan in de voorselectie ogenblik. 23 schoon echte server. Hij was toen niet zo sterk natuurlijk. We hopen dat hij nu beter is. Bij Gerlo was het net dat zijn achterwerk van de bal ging. Hij kreeg een baasje doen. Komt er even voor hebben. Maar de biervatering is waarschijnlijk wel vandaag voor mij. Maar dat is een goede keer, dat kan ik u beloven. Dit is de laatste doen. Stop. Dat scheelde 200. We gaan nu kijken van Koos Erich. De man die dat ongetwijfeld goed is, maar niet ervan gaat houden. De nummer 3 van 1983. Let op Koos. Zakken, zakken, stop. We zien een snel voorpad zo gooien. Over de andere weg.
Zullen we kijken wat de Arend Keuken wil doen. Verder werd de jongste deelnemer 20 jaar gemaakt. Het is tijd dat de voorselectie was, zeker de respond in de 500. Nog steeds. Want deze jongen van het tweede jaar is echt sterk hoor, dat kan ik niet doen. Hij zal daar ook al hard om te trainen. En zwaar doen wat hij is hier. De vrouwen van de familie Nijenhuis doen overwind dicht hier op de voorste rij. De hele familie zit hier, de handen gaan tezamen, de ogen gaan dicht en ze durven niet te kijken. En ik ook niet. We laten het over aan de scheidsrechter en Wiebe Nijenhuis. De te kloppen tijd, 52 seconden, 21ste van die Celtic voor Oudendaag. De laatste deelnemer op het onderdeel, Anker Tillen. Let u op. Ozonlok, ook wel Timberwalk genaamd. Het volgende is het geval, de deelnemer gaat hier voor de startlijst staan, pakt in elke hand één van deze boomstammen en per stuk zijn ze 65 kilogram zwaar. Dus de deelnemer loopt maar liefst met 130 kilogram in zijn handen om die twee pionnen heen en dan gaat het erom wie de grootste afstand aflegt. En kan hij zijn poging, kan hij de 44 meter bij de voorstekse verbeteren? Jawel, hij gaat nu over zijn 44 meter heen van de voorstekse. 48 meter als je maakt. Schitterende poging, daar is het grote applaus. De dingen constant tegen je bovenbeen te voelen. En maar liefst 130 kilogram heb je in die handen. 65 kilogram in je hand kan je vasthouden. En daar is hij voor zijn tweede ronde. 24 meter. Haal de 30 meter, daar is hij op de 30 meter. Haal de 36 meter, dat zal zien. 36 meter. Haal de 36 meter, inderdaad. Hij is nu de 36 meter geregistreerd. Gaat hij op hem naar de eerste ronde? Dan moet hij nog een volle ronde erbij. 36 meter, om die jongen, juist. 42 meter, dat is klaar. Oh. En daar ligt hij, 42 meter en een beetje. Nee, 42 meter precies. Slechts, je haalt die minstens daar, 48 meter tussen. En inderdaad, 48 meter en een beetje. Even mee te klaar voor de zijn. Gereed houden, Cor Oudendaag. Hier komt hij. Sterkste man 83-84. En het zal het heel leuk om sterkste man 85 te worden. Tenminste zou hij 48 meter kunnen komen. 42 meter pakt hij nu. Zo gauw hij deze pion passeert, is hij kleiner in het klassement. Laten we dat goed. 48 meter is stil, daar gaan we. Kijk, dat is de sterke man. De kloppen van Wiebe Nijenhuis, 49 meter 88. En wat doet Cor Oudendaag hier aan? Maar iets lichter.
Maar dit is 65 km. Dit is dat en kijk, daar heb je één medaille met zijn volk gestaan. En dat wordt ook weer een onderdeel waarbij de honderden kilo's de lucht in gaan. Hey! Let op Karel de Dag, leider tussenklassement. En hij is los. Dan gaat het bijna 6 meter, zo is het tempo. Dan gaat het los. Hij moet het op volk kunnen houden. 12 meter is het dan is. Voor z'n week, dan gaat hij aan. Dit is een hoofd over een jaar. Dus daar kan hij wel aan. 6 meter, die moet het al. 36 meter snel. Hij gaat nu op weg. En door. Voor de 28 meter ligt hier. Dan gaat hij aan. De Joodse coach hier, volgens dat volop te sneeuwen. En als hij dit haalt, zit hij op 36 meter. En dan komt hij ook zo belangrijke vierde ronde. 36 meter. En nu komt die belangrijke vierde ronde. Als hij daar doorheen komt, dan wordt hij sterk. 36 meter. En vlak voor de 42 meter even terugmeten. Op terugmeten van hem. Hij gaat er weer naar de 24. Inderdaad, 36 meter. Nu op weg 42 meter, dan komt hij echt in de buurt van de rood. Als hij hier precies is voor de 48 meter, dan is het. Dan is het 48 meter is snel. Dan gaan we naar 44 meter. Dan gaan we naar van de rood gaan dan. Dik 4,5 ronde. Daar gaat hij op weg. En die bovenste is toen hij zelf 60 meter voor die van Aaron Nogra. 6 meter is het deel. En die rijdt hij, dat is hij klaar. 36 meter is u heen. En het lijkt nog vrij gemakkelijk te gaan. Het lijkt nog vrij gemakkelijk. 48 meter als hij hier passeert. En daar gaat hij naar de 50 meter. 48 meter. 54 meter ligt daar. Het record ligt daar. Voor het metodie. 54 meter zit als hij hier heen komt. Hij loopt er al helemaal los. 60 meter. Want daar is hij nu. 60 meter. Op naar de 60 meter. Hallo. En ik herhaal ja, je bent er. Maar Karel Oudendag gaat het proberen. 230 kilo.
Daar gaat Koos Erich voor zijn 240 kilogram. Het is zo'n jonge hele prestatie, echt waar hoor. Daar gaat hij. En dan moet hij doorzetten, dan moet hij door. Je bent heel goed in dat weten we. Gereed houden, Cor Oudendag. En Koos, Johan is er weer. 33 jaar jong. 240 kilogram. Plaats. Dat is echt een koning hoor, dat is een onderdeel. 240 kilogram. Voorselectie 32 kilogram. Dus van hem ongeveer de prestatie van deze 240 kilogram gaat plakken. Het is veel sterk vandaag. En daar staat 240 kilogram. In de handen van 4 eieren. Instaan, om dit op te doen. Tot de gaat hij. En daar staat hij. 240. Hebben we waarom uit, als laatste maar op die 240. Hebben we waarom uit, pak 240. Vijerman, mede sportman op willen dat je zo'n lekkere tijd op deze kamer. Je hoort het, hij is er helemaal klaar voor vandaag. Dit is op en top concentreren. Vijerman, mede sportman op willen dat je zo'n Aandoen, maar geloof niet van mij, dit heeft die jongen nodig. Hij zal zijn lichaam er helemaal gereed voor maken. Gereed voor kilogram, let u op. Hij kan straks verder op de 4 graden. 250 kilogram is al heel veel voor hem, echt waar. Spannen! 270 kilogram. Je ziet het vrij gemakkelijk nog. Maar ook een echte sport aan dit. Die zich wel volop concentreert. Krijgen we nu dan de heersend kampioen nog steeds. Misschien nog wel één onderdeel lang. Misschien wint hij toch wel. Dan gaan we kijken of deze vier mensen elkaar gaan afslachten. Ze moeten het eigenlijk wel. Zij zijn er gewoon verplicht om aanspraak te maken op die titel. Ze weten nu dat Cor Oudendag.
Maar eerst ligt dat 270 kilo van vorm. Het moet lukken vandaag. Alles moet er gegeven worden. Pats, daar gaat hij hoog. En nu moet hij eruit trekken. Inderdaad. Hij staat. 270 kilogram. Het is gewoon schitterend. Daar komt hij. Tellen maar. Geef hem een paar applaus. Deze jongen presteert geweldig. Ook hij moet nu 270 kilogram aan laten doen geloven. Hij kan rustig tijd nemen nog, heeft nog tijd. Hij stopt, Gelle Larenwaard, hij strandt helaas op deze 270. Geef hem een applaus. In de rug. 280 deed hij in de voorselectie, maar toen hoefde hij niet verder, want toen was hij de winnaar. Eerst moet zijn strijd nog strakker. Dat voelen die mensen niet. Precies aan natuurlijk, want zij zeggen dat daar is mee bezig. Met het, let je op, 290 kilo. Daar gaat hij en daar staat hij en hij lacht er echt. We gaan 2 minuten voor hun lopen. Voor de Thank you.
schitterende pas. Dit selectie mocht eigenlijk niet meedoen, waardoor het uitvallen van al vier mensen. Mocht hij meedoen, hij woont daar mee door en hij is sterk. Maar misschien nog wat de jongen kon ervaren, maar hij heeft vandaag heel veel geleerd. En volgend jaar gaat hij ervoor trainen, dat zegt hij. Nummer 7, Arend Kuiper uit Sexbieren, 105 kilogram zwaar, nog maar 20 jaar. Hij is 7 geworden, hij is mee voor de eerste keer en zeker een belofte. De nummer 5, een man die er ook altijd bij is. Hij is 5, hij heeft echt geschitterd hoor. Het bovenste deel, hè, dat hij wel heeft gedeeld in Reno. En dit ligt op iemand anders bij meteen. Ja, hij moest er meerdere keren hier. Ik had verwacht dat hij echt van die 3 teams zou pakken hoor. Maar waar is dat ook over? Nou, hij moet genoeg nemen met de 5e plaats. Hij gaat de zwaarste deel. Hij heeft alles inmiddels aan zijn rechter, 33 jaar. Voor elkaar, hij is 4,5 mensen gezeten. Hij is richting de 5e plaats. Grote klasse. Ja, jongen, dat zegt dan een echt oude wedstrijd leider. Inderdaad, we hebben echt een hele oude medaille in de kast gehaald. Met overzicht. Johannes, gefeliciteerd. Het is een hele druk feest van ons, natuurlijk. Pieper Nijmhuis, een heel goed applaus voor deze Pieper Nijmhuis. Het is een hele grote druk van de schouders. Want volgend jaar kan hij net zo voorbereiden als ieder ander. Geen spionage van andere clubs van mij. Want dan is hij gewoon de nummer 4. Hij zei vorige week, je moet de beker even meenemen. Nou, hij zei gewoon duizend, ik neem het ook met. Nou ja, helaas. We gaan eerst even voorspellen. Ja, scheidsrechter Fokke de Jong en Doeken bij de lijn. En de jurydames die nemen we straks wel even apart. Dat weet u wel. Die zelfde nummer 4 die hier naast me staat, die krijgt een geweldig zeg van de man die daar boven op de tribune zit. Die, hè, met zijn hand onder het hoofd, hij kijkt naar de andere kant bij de trainingspak aan. Peter Kortekaas, de vroegere initiatiefnemer, tot de sterkste man van Friesland te kiezen. Peter, hè, nog altijd. En hij heeft een schitterend taartje weer gemaakt, alleen er staat nu op dus voor de man die er altijd naast zit. Dat is net niet Wiebe, want Wiebe zit er eigenlijk nooit naast, nou voor het eerst. En daarom die schitterende taart van bakkerij Theo de Jong uit Leeuwarden. Hartstikke mooi en het is een hele speciale, dus hij is nog bevroren. Het wordt spul heel dag vanavond. Oh nee, dat wordt spul. Jawel, voor de man die er altijd naast zit. Vierde prijs. De nummer 3. Ja, hij stond in dag tweede voor de 115 kilogram. Deed mee voor de eerste keer. En nu derde. Wat belooft dit wanneer hij 60 is? Ik weet het niet. Even op de eerder podium kort, als het dat had. Valt ziet het, Hannes? De envelop met inhoud van de sponsor en het bekertje. De nummer 2, ja, hij was er klaar voor van Jan de Pip. Hij is ongeveer. Ik weet niet waar we hem op hebben. Oh ja, hij is ongeveer 115 kilo, maar hij is de nummer 2. Een hartelijk applaus voor Gerle Blaremaat. Het is een verhaal van ook hij de envelop met inhoud en de beker. En hij ook op het podium. Dan bleef er één man over en die moet eigenlijk een paar extra handen meenemen. We kruilen aan met je wisselbokaal, een beker, alles staat erop. Er is één man. Ja, je bent trainercoach van Aap Wolters, van de sterkste man van Nederland. Je gaat volgende week weer naar de sterkste man van de wereld in Portugal. Daar staat hij weer vooraan, let u op de televisiebeelden. Want hij is er altijd bij. Maar dan als coach van... Het zei ook maar wie, of was Sien Wilson, of wat, hij is er altijd bij. Kees de Veut, kijk, hij gaat nu Kees de Veut sponsoren, ook een beest. Hij heet Jannik van der Bos, hij is 30 jaar van de Dagland en is 1 jaar lang sterkste man van Friesland, 1985. Applaus! Schitterend en verloren in die grote beker en kleine beker. En natuurlijk het niet ontbrekende gouden fles Jan Poepel, die nu mag ontkurken. Vorige keer trok hij de Ofoco staat al helemaal, die moet alleen klem hebben om dat ding tegen te houden. Zo'n spanning staat er al op. Neem je foto van de sterkste man van Friesland, 1985. Gefeliciteerd dan, geweldig. En daar komt ons volgende flesje op Google. Ja, en dat is goed. Ja! Nou dames en heren, wij gaan even lekker naast zitten met de mensen. Wat? Oh, de krantje. Oh, vergaan willen we maar, dat geef je niet. Die komt van de firma Brands met de Hoemeesterijensteek. En Jalle krijgt hem. En daar is hij. De sterkste man van Friesland 1985. Wij hopen u volgend jaar allemaal weer te zien. Tot dan. Hartelijk bedankt.
en gaat tot volgend jaar. En nu gaat hij op de schouders. We zullen weer het langst aan de leven zingen. De leven, langs al die leven, het hele koor zingt mee worden. En de ik wil zelfs de heer de Jong nog even bedanken. Hier kan het zo mooi even. U een bosje bloemen voor de vrouw. En dan kunt u vanavond even later thuis komen. Nou, het is gelukkig je broer, dat kan je wat maken. Hè? Maar anders, gefeliciteerd jongens, allemaal. En graag tot volgend jaar. Jullie krijgen vanzelf weer bericht. Dankjewel en ga de overen sluiten. Piemiem.